Hallo, leuk dat je kijkt. Het is weer zover. De donkere dagen zijn weer in aantocht. Het schilderseizoen is weer begonnen. En wij zullen ons licht eens gaan laten schijnen op het schilderen van schijnsel. Als je nu zo kijkt, zo 's avonds, dan kun je een leuk rondje wandelen. En dan zie je overal van die lampjes branden. Dat geeft altijd zo'n leuke sfeer. En wat je dan eigenlijk ziet, is een vrij groot contrast tussen licht en donker. Lijkt me nogal logisch, maar die lichtbron, die is heel fel. En daaromheen is het dan eigenlijk wat donkerder. Hè? Maar nu is het punt, als je gaat schilderen en je zet eerst een zwart vlak neer en je doet er dan bam een witte stip in, dan wil dat niet zeggen dat dat lijkt op een lamp die schijnt. Hè, zo werkt het helaas niet. Wat je in de praktijk vaak ziet, is dat je dus tussen dat hele lichte en dat hele donkere een hele mooie soort overgangskleuren hebt. Of toonwaarde ertussenin. Dus dat hele lichte van die lichtbron wordt eigenlijk stiekem een beetje verbonden met het hele donkere. En dat is eigenlijk de techniek die ik ga laten zien. Dus we gaan die kaars naschilderen. En dat zie je hier dus, het resultaat. En dat kun je gewoon met me meedoen. Het is niet moeilijk. En trouwens, als je het zelf van de foto wil nadoen, ik zal de link naar de referentiefoto in de beschrijving van de video zetten. Maar je kunt het ook gewoon zo met me meedoen, want het is ook een beetje gewoon vrij geïnterpreteerd. Het gaat om het idee van hoe pak je dit aan. Nou, daarna laat ik ook nog even deze voorbeeldjes zien. Hè? Gewoon zodat je het principe begrijpt en dan wordt alles weer gesneden koek. En wat ruikt het hier raar. Oh, ik ben die kaars vergeten uit te zetten. Wat is dat nou? Het brandalarm. Gauw rennen, jongens. Waar is eigenlijk hier de nooduitgang in dit gebouw? Oei, dat begint alweer goed. Zal ik dan gewoon via de voordeur vluchten? Ik zal het een beetje klein houden, maar hier ga ik die kaars zetten. Die is dan natuurlijk een beetje rechtop zo. Kaars recht, hè? En dan loopt het hier een beetje bol, zo. En hier loopt het een beetje schuin zo. En hier loopt het dan weer kaarsrecht naar beneden. Goed, dus dat is het enige wat je hoeft te doen. Hier verdwijnt het eigenlijk allemaal in het donker. Dus vanaf hier wordt die kaars een beetje donker. Nou, dat komt dan straks wel, dat maakt niet zoveel uit. En dan krijg je dus hier een stukje lont. Zie je dan eigenlijk door de vlam heen. En dan krijg je hier eigenlijk vlam. Het maakt allemaal niet zoveel uit hoe je het doet. Het gaat gewoon even om het idee, hè? Zo. Misschien mag hij nog wel wat hoger, is wel leuk. Zo. Hup. Hieromheen wordt het in feite vrij donker. Maar op de foto zie je dat ook een beetje. Dat schijnsel, dat is een beetje, zo'n soort vorm als dit. Een beetje eromheen. Nou ja, dat is even voor het idee. Nu is het eerst handig om eventjes die achtergrond een kleur te geven. En die achtergrond is heel donker. Dus ik pak gewoon zwart in dit geval. En iets minder trouwens. Zo. En het is natuurlijk niet alleen maar zwart. Zwart is ook weer alleen maar zo zwart, hè. Maar het heeft iets een beetje warms. Dus ik gooi er ook een beetje gebrande omber doorheen. Kijk, wordt het een beetje bruinig. Ik doe er zelfs ook nog een klein tikje rood doorheen. Dan krijgt het nog meer iets van dat bruinige. Zo. Dus dat is prettig. Dat hebben we vast gedaan. Hè? Nou, dan ga ik dat er even omheen zetten eerst maar. Pak ik dus een vrij grote kwast. En dat doe ik gewoon eventjes zo eromheen. Kijk, hup. Om die zijkant heen. Hier ook. En dan ook een beetje om dat waasje heen dat ik daar heb neergezet. Zo. Nou, die mag wel iets kleiner trouwens. Zo. Hupsakee. En zet die verf lekker dik neer, want dan kun je er zo nog een beetje in doorwerken. Je ziet bij mij hier wat rare dingen, maar dat komt omdat ik dit doek al 100.000 keer heb gebruikt voor YouTube. En dan elke keer zet ik er een gesso laag overheen, zodat ik weer iets nieuws kan doen. Dat penseel veeg ik schoon.
En dan ga ik door naar een ander penseel. Een iets kleiner, hè? En waar is die nou? Even kijken. Hier, dit is wel een leuke, een beetje kleiner rond penseel. Nu ga ik eventjes eerst het allerlichtste licht erin zetten. Ik pak gewoon wat wit en dan doe ik een heel klein tikje geel doorheen. Om het ietsjes warmer te maken. Ook een heel klein tikje rood. Maar gewoon echt lekker licht. Het is net iets warmer dan dat wit nu, zie. Dat is, dan krijg je meer zo'n soort gebroken wit kleur. Ga ik hier om die lont even zo heen, zo met dit. Dit is echt het lichtste deel van de vlam. Hups. Zo. Veeg ik het penseel even ietsje schoon aan een doekje, maar niet te veel. En dan ga ik er even iets meer geel doorheen doen. En ook een klein tikje extra rood. Dus eigenlijk voeg ik een soort, ja, geel-oranje kleur toe. Zie, dit is eigenlijk de kleur. Ik maak het nog iets geler. Zo. En even flink wat wit erbij. Eerst maar eens, kijk, hou ik hem eerst lekker, lekker licht. Mag nog wel iets meer geel in, qua aandeel geel, zo. En dat zet ik er eens eventjes omheen, kijk. Dus, en veeg dat er gewoon zo even langs. Dus het gaat er gewoon net langs, zie? Nou, dan mix ik het nog even met wat extra wit en dan ga ik er eventjes een beetje zo half doorheen. Of wit, ik bedoel eigenlijk dat vorige mengsel. Kijk, en dan krijg je eigenlijk een soort zachte overgang van wit naar dat iets geliger, hè? Veeg ik hem weer ietsje schoon, kijk. En dan pak ik dat iets fellere geel, oranje, dat ik net heb gemaakt. Hè? Dat zet ik daar weer even omheen. Kijk. Mag zelfs nog wel iets. Ik maak gewoon echt een mooi oranje geel. Kijk, zo. Dat gaat hier nu weer eens omheen. Zo. Je hoeft natuurlijk ook niet al te precies te doen. Zo. Hups. En om het een beetje te verbinden, poets ik iets van die verf eraf. En dan meng ik dus met dat vieze penseel even door die vorige kleur een beetje heen. En dat je hier een beetje een soort tussenin toon kleur krijgt eigenlijk. Zo. En hier zie je dat dan eigenlijk vrijwel niet. Dus dat laat ik even zo. Ik poets even het penseel een beetje schoon. Want nu ga ik even gewoon met wat gebrande omber. Dat is een beetje een bruinige kleur, hè? Die maak ik iets lichter. Met dit mengsel, maakt niet zoveel uit, maar dat die gewoon ietsjes lichter wordt. En die zet ik hier een beetje zo in. In die vlam. Kijk, zo. Dan pak ik even wat ultramarijn. Dat meng ik hier een beetje doorheen om het iets lichter te krijgen, maar dat het net een beetje iets blauws heeft. Dat zet ik hier een beetje omheen. Mag misschien iets meer ultramarijn in. Zo. Kunnen we later altijd nog even wat extra aanpassen. Maar zie, dat zit daar net even iets van het blauw van de vlam. Nou, dan gaan we dit weer verder uitbreiden. Nu ga ik naar een wat, dan pak ik gewoon wat gebrande omber. Dus dan krijgen we eigenlijk een donkerdere kleur. En die maak ik met rood. Kijk, maak ik het wat meer roodbruin. En dat ga ik nu hier eens eerst eventjes een beetje richting het donker eromheen zetten. Dus zo. Hupsakee. Zie. Nou, nu wil ik het even snel eerst met het licht gaan verbinden. Er zit nog wel wat van die viezigheid op mijn penseel. Ga ik hem iets lichter maken met wat meer geel erin. Even kijken. Ja, nog iets geel. Nog iets rood.
krijg ik echt meer een wat feller oranje dan dit, zie je? Dus wordt wat, kijk, wat feller. Dat zet ik daar dan weer tussenin. Nou, eens even kijken, hier ook, zo. Dus we gaan steeds nu weer iets meer naar die vlam toe. Ga ik het nog ietsjes lichter maken met geel. En nog een klein tikje rood. Kijk, krijgen we nog wat feller en lichter oranje. En dat zal ik eventjes hier tussenin zetten. Ook weer richting die vlam. Zo. Hierboven is het trouwens allemaal iets donkerder op de foto. Dus dat zal ik zo ook eventjes doen. En hieronder trouwens ook. Dus het gaat eigenlijk wat meer zo. Goed, veeg ik het weer even schoon. Ga ik even naar die iets lichtere kleur hierheen. Die we hier al hebben gebruikt. En dan verbind ik dit even. Dus dan veeg ik dat even een beetje door elkaar heen. Dan krijg je gewoon mooi een zachte overgang. Zie je, en weer even iets van dat lichtere spul. Zo, dan verbind je ze met elkaar. Dan kun je ze makkelijk verbinden, krijg je een zachte rand. Dat is weer dat verhaal over die zachte randen, hè? Zo. Zo, dus dat is dat. Nu ga ik eventjes naar het donker toe werken en ook even wat fouten oplossen die hier dus zaten. Maar die donkere kleuren heb ik hier nog liggen, dus ik zet dat er weer even op. Maak ik het weer even ietsjes nat eigenlijk als het ware, kijk. Dus ik veeg het gewoon hier overheen. En dan veeg ik het nu een beetje zo richting die waas. En hier mocht het dus ook donkerder zijn. Zo. Had ik gezien op de foto. Zo. Nou veeg ik het hier aan de rand even een beetje door. En dan ga ik het hier ook eventjes herstellen. Dus een beetje richting die lont. Richting die vlam. Zo krijgen we dit. Oké. Nou. Nu pak ik wat van dit en wat van dat bruinige kleur die ik hier had gebruikt. Hè. Dus dan krijg ik een kleur ertussenin. En die kan ik nu makkelijk hier doorheen werken. Dus dan krijg je weer dat je heel makkelijk een verbinding krijgt tussen die kleuren. Hier ben ik iets te ver gegaan. Dat geeft ook niet. Dan kan ik het altijd weer terughalen. Hè. Dus als ik denk, oh, hier wil ik het wat meer behouden. Geeft niks. Doen we dat toch? Zetten we er gewoon weer wat extra van dit in. Je kan je eigenlijk geen buil vallen, hè? Zo, hier nog ietsjes donkerder. Kijk hoor, hoe dat daar gaat. Een beetje zo. Hier loopt de vorm iets meer zo. Hapsakee. En ja, wat ook nog wel leuk is om te doen, is het volgende. Pak ik even echt een klein rond penseel. Maar je ziet eigenlijk hier zo ook nog echt... Dat hele lichte loopt ietsjes meer door. Even opnieuw een beetje erin zetten zo. En dan heeft het daar bovenop nog echt iets mooi, heel fel oranjes. Dus rood en geel. Dat zit een beetje hier. Zo net boven dat vlammetje, zo daar. En dat werk ik er een beetje doorheen, maar dan krijgt het hier net even iets meer van die kleur. Zie. En dan, nou goed, daar wordt het dan al snel natuurlijk weer wat we daar al hebben staan. Dus dat is eigenlijk een beetje de truc. Het is, hier is het nog iets te hard. Naar mijn goesting, dus dat ga ik eventjes ietsjes aanpassen. Even weer dat donkere spul. En dan een beetje hier doorheen.
Zie je, dus dat breng ik weer even ietsjes dichter naar elkaar toe hier. Voilà. Dus eigenlijk is daar niet zo'n kunst aan. Het ziet er nu natuurlijk nog steeds een beetje raar uit, omdat we dus verder nog niks hebben gedaan. Ik zal eventjes ook de rest doen natuurlijk. En wat er dan dus is gebeurd, is dat die kaars hier, daar pak ik eigenlijk die donkere achtergrondkleur. He, dan moeten we gewoon even durven om hier die kaars weg te schilderen, want hier zie ik hem eigenlijk niet. En dan hier wordt het iets lichter, dus dit laat ik open, pak ik even iets rood erbij. He, dat meng ik gewoon door dat donkere mengsel heen dat ik net had. En dan wordt het hier dus wat meer van dit, zie je wel? Dus het is dan een beetje bruinig rood, zoals dit. En ook nog steeds vrij donker, hè? Want kijk maar eens als je naar de foto kijkt door je oogharen, naar die zijkant van die kaars die dan wat lichter wordt, die is nog steeds bijna net zo donker als dit zwarte hier. Of dat bijna zwarte dat we daar hebben. Nu, hè, ik heb nu iets van dit en van dat zwarte mengsel door elkaar. En dan veeg ik dat hier een beetje zo door elkaar, zodat je dus een zachte overgang krijgt. Maar wel vrij abrupt. Nu doe ik weer wat van het rood door dat mengsel. Dan ga ik dat hierboven ook even doen. Kijk, dus hier zit zo'n kort stukje waar het nog vrij donker blijft. Maar dan hier wordt het daar naar boven toe iets lichter. Dus voegen we meer rood toe. En ook ietsjes geel. Ik denk dat dat een beetje de kleur is die ik zie. Een beetje wat meer oranjeachtig. Zo, dus dat gaat dan zo. Ik zet het eerst even een beetje naast en dan ga ik het er zo een beetje doorheen poetsen, hoor. Dus kijk zo. Kijk, en nu veeg ik het er een beetje doorheen, nu ik eigenlijk die kleur daar een beetje heb neergezet. Zo, dus ik krijg een beetje een zachte overgang. Als je die kaars niet zelf erbij doet, hè, dus, dan, die kaars zelf, dan krijg je ook niet het effect van dat er een kaars schijnt. Want het hoort erbij, want het wordt verlicht en het is een beetje transparant. Hè, dus een beetje van daarbovenin kijk je er een beetje doorheen. Ik voeg wat meer geel weer toe aan dit mengsel. Om het nog weer ietsjes meer oranjeachtig te krijgen. Kijk. En dan gaan we. Dan gaan we omhoog. En daar naar boven toe zou je kunnen zeggen, komt steeds iets meer. Het aandeel geel wordt dan steeds iets groter. Hè? Zo, dus eerst maar weer even een beetje ernaast. Dan een beetje er doorheen poetsen zo. Hoeft allemaal niet te precies. Nou, nog meer geel. Hup. Even gewoon een beetje er doorheen werken. Zo. En dan zometeen krijgen we geel en wit als toevoeging. En dat gaan we dus nu doen. Dus nu pak ik ook wat van dat wit wat hier nog ligt. Hè? Zo. Nou, dat is heel licht. Dat is mooi. Kijk. Dat zetten we dan hier zo neer. Zo. En zo. Voilà. Zoiets. En dan nog eventjes binnen dit stukje heb je nog iets gelere stukken. Dit pak ik even dus puur geel met wat wit. Kijk. Dat is wat meer van dit. Meng ik even met de vorige kleur, dat ik het weer een beetje mooi kan verbinden. En dan heb je daar bovenin eigenlijk nog ietsjes meer licht. Dus ik pak gewoon iets van dat witte spul dat we in het begin hebben gebruikt. Ja, wit dus met wat geel erin. Zo. Nou, dat is toch wel grappig. En dit kom je in de praktijk dus heel vaak tegen. Dus kortom, waar het eigenlijk om gaat is het volgende. Eigenlijk even versimpelen. Als je dus iets donkers hebt. Gewoon dit. Hè, stel dat dit een donkere kamer is. Dat dit een donkere plek is. En je wil hier iets, een lamp laten schijnen. Ik ga trouwens even met de föhn even drogen. Want acrylverf droogt altijd zo langzaam. Voilà. Maar het hele idee is dus dit, dat kijk, als ik nu zeg van nou, hier schijnt een rode lamp. Hè? Even laten we zeggen een rode lamp. En ik kan dan natuurlijk zeggen, oké, daar gaat rood zo erin.
Hup. Maar nou zie je dat dit helemaal niet als lamp werkt, als licht of iets. Het is gewoon een rood vierkant in een zwart vlak. En dat komt dus doordat er eigenlijk geen kleurvariatie is tussen die twee grote contrasterende kleuren. Dus als ik nu zeg, ik moet het weer even drogen, want dat droogt zo langzaam, acrylverf. Zo. Kijk, als ik variatie maak, als ik echt zeg van, nou, dat binnenste van dat rode licht maak ik om te beginnen. Hè, maak ik wat lichter met een lichtere kleur, dus bijvoorbeeld zo. Daaromheen wordt het steeds roder, dus dan voeg ik even wat meer rood toe als ik naar buiten ga. Nog meer. Zie, dus ik zorg ervoor dat ik ze... En je hoeft niet per se netjes te schilderen, dat is helemaal niet waar het om gaat. Hè? Dus het is niet van, je hoeft super glad te schilderen of zoiets. Je kunt het ook een beetje rommelig doen. Je ziet dat het nu al een beetje begint te werken. Maar waarom het verder dan niet werkt, is omdat die rand tussen dat licht en de omgeving dus te hard is. Hè? Dus ik kan nu dat zwart pakken van de omgeving. Ik heb daar puur zwart gepakt. Als ik daar nou een beetje van het rood doorheen doe. Nou, iets meer, zo. Kijk, en dan hier aan de rand eerst eens eventjes wat neerzet, zo. Kijk, daar gaan we dan. Nou. Nu kan ik dat een beetje met elkaar gaan verbinden. Doe ik aan de rand nog, hè? Dus dichter bij dat rood, dichter bij dat schijnsel zo gezegd. Doe ik er nog wat extra rood in. Probeer ik althans. Kijk. Dus dan krijg ik een tussenkleur. Dat kun je zo precies doen als je zelf wil, zie. En nou zie je dat het begint iets van een schijnsel te krijgen. Zo, kijk, en hoe meer ik het hier nog een beetje zachtjes doorwerk in dat zwart. Zie je wat er gebeurt? Dat is toch best wel spectaculair, dan krijg je zo'n lichtschijnselkleur. Hè? En ik kan het natuurlijk nog overdrijven, hè, mensen. Dus we houden natuurlijk wel eens van een beetje overdrijven. Maar ik kan natuurlijk... Dat binnenste daar kan nog lichter. Hè? Dus ik kan zeggen van nou, ik doe er ook nog wat wit doorheen. Misschien nog met wat geel. Oh, dat is een beetje te veel geel, sorry. Nou, kijk. En dan bouw ik het nog wat meer op. En dan verbind ik het weer eventjes een beetje met de kleuren eromheen. Zie je wat er gebeurt? Leuk, hè? Maar dit kun je gewoon eens als oefeningetje doen als je die kaars misschien al te moeilijk vindt. Dat kan, hè? Dat is helemaal geen schande. Iedereen is in zijn eigen stadium bezig met iets. Hè, dus wat voor de een makkelijk is, is voor de ander heel moeilijk. Dat geeft helemaal niks. Dus zo'n oefeningetje als dit kun je ook gewoon prima een hele hoop keer doen. Dus kijk, je zet gewoon iets donkers neer, zo. Hup. En deze keer heb ik zin in een blauwe kleur. Goed? Ik heb zin in phthalo. Moet je kijken, dat palet begint alweer een aardige troep te worden, hè? Ik zet even heel licht phthalo in het midden. Dus veel wit, klein beetje phthalo. Zo. Hup. Nou, dan voeg ik wat meer phthalo toe. Even een beetje netjes door elkaar mengen. Zo. Ga ik eromheen rommelen. Eerst maar eens eromheen zonder het aan te raken. Zie je dat? Zo. En nou wil ik ze een beetje met elkaar gaan verbinden. Dan poets ik gewoon even mijn penseel een beetje schoon. En dan langs de randjes werk ik ze even een beetje door elkaar heen. Ik haal het penseel niet van het doek af. Dus ik schraap het gewoon een beetje zo door elkaar heen. Zie je wel? Dus daar heb je het alweer. Nou, dan nog weer wat meer phthalo erin. Doe nu gewoon lekker meteen flink wat hoor. Kijk, zet ik het er weer omheen. Dus even het zwart niet aanraken, want dat is nog kletsnat. Oh, daar heb ik het al aangeraakt, dus daar ga je al.
dan vervuil je dus de kleur. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk moet je dan wachten of even dus weer feunen. Kijk, daar gaat het, hè. Dan ga ik het weer tegen elkaar, door elkaar mengen. Ik maak in dit geval even een beetje een tussenkleur. Dus een beetje iets wat ik hier makkelijk een beetje doorheen kan poetsen. Kijk, zo. En ik laat het penseel op het doek staan. En ik wrijf het er zo even doorheen. Niet te lang. Poetsen. Nou, dan hebben we dit. Dan kunnen we het nog verbinden met het zwart. Dus ik ga nog meer phthalo pakken. Echt puur. Dat is natuurlijk al een hele donkere kleur. Nou, dat zet ik er weer omheen. Hup. En nou ja, dan ga ik het dus met het zwart verbinden, met het zwart mengen. Dus ja, hier is het nu een beetje, ja dat komt, ik had eigenlijk even moeten droog maken. Ik ga het even proberen hoor. Dat is moeilijk hè. Even een iets lichtere versie pakken. Dit is een beetje lelijk, maar goed. Je snapt het idee. Ik had eigenlijk eventjes moeten wachten. Maar zie je wat er gebeurt? Hè? Je krijgt dus dan schijnsel eigenlijk. En als je dan zegt, misschien schijnt het hier een beetje doorheen. Nou, dan voeg je dat toch een beetje in dat zwart toe. Misschien gebeurt er hier nog wat qua licht. Nou ja, dat is allemaal van het gepriegel. Soms zijn de contrasten natuurlijk wat minder groot. Hè? Dat heb je ook. Dus ik doe er nog even één. Want ik heb toch verf zat op mijn palet liggen. Kijk, ik maak een beetje een lichtbruine kleur. En groen hebben we nog niet gebruikt, hè, als lampjeskleur. Nou, ik ga trouwens, ik maak het iets groter, het vlak. Dat het wat, ja. Zo, meer effect. Zie je, hup, 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 hup. Mooi. Droog, hè? Goed. Komt-ie. Dan ga ik dus wat geel pakken en wat phthalo blauw. Iets meer naar de gele kant. Ik vind het leuk om een beetje zo'n gifgroen te doen. Kijk. Zoiets, hè? Als gifgroen. Dat is leuk. Dat is niet de lichtste kant dan, maar ik zet hem wel vast neer. Zo. Dan ga ik nu lichter maken met wat wit. En nog wat extra geel vind ik wel leuk. Zo. Hup. Kijk, dat is dan het midden. Nou, poets ik dat penseel weer iets af. Dus er zit nog een beetje van dit aan het penseel, maar dat mix ik even door die iets donkerdere. Kijk, zo dat je weer een tussenvariatie krijgt. Die zet ik eromheen. Kijk, there we go. En dan begint het eigenlijk alweer een beetje te werken. Nou, dan zeg ik van donkerder. Doe ik er dus meer phthalo doorheen. Ook nog wat meer geel, om het weer iets richting het geelgroen te krijgen. Zo. Dat zetten we hier dan nog eens omheen. En dat meng ik dan ook zometeen een beetje door dat bruin heen. Hè? Zie, woep. Nou. Even iets van dat bruin erbij. Hop. Met wat van dat groen erdoor, kijk eens wat er gebeurt. Leuk, hè? Dus daar heb je ook weer eentje die licht geeft met uiteindelijk een iets minder groot contrast. Maar dat is het hele idee. Voilà, dat kan zo het museum weer in.